geïnteresseerd. Ik deed mijn werk, maar niets meer. Yeah, yeah, yeah. 17 jaar, eindelijk vrij. Wat was ik gelukkig en blij. Het was mijn heerlijkste jaar. Ik kreeg mijn eerste gitaar. En de weg lag open voor mij. Met rock and roll in mijn hart. Ik werd gevierd, ik werd verwend. Ik heb ook tegenslagen gekend. Maar het heeft me telkens gesterkt. Ik heb 10 keer harder gewerkt. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Duizenden fans, meisjes vooral, kwamen overal op me af. De enige waar ik om gaf, had geen vertrouwen in mij. Want ik had een rock'n'roll hart.